Hallo allemaal, welkom terug bij deze gloednieuwe video. Dit is een iets wat andere video dan normaal. Maar dat betekent niet dat die minder interessant zal zijn, bij lange niet. Dit wordt zelfs een heel nice video. Want wat we hierin gaan behandelen, gaat echt heel nice zijn. Dus allereerst laat zeker even een like achter en abonneer als je nieuw bent. En dan gaan we gewoon nu meteen beginnen. Zoals velen van jullie misschien al weten, juist voordat de Clash of Clans update uitkwam, waren er leaks geweest. van wat er eigenlijk nu echt kan, allemaal kan komen. Want we wisten er eigenlijk niet zoveel van. Ze hadden niet veel verteld. Ze hadden geen sneak peeks gedaan van de builderbase en zo. Maar plots waren er daar leaks. met een nieuw soort stadshuis, met een nieuw soort dingen. Allemaal nieuwe dingen. En um, ja, veel is daar eigenlijk eerst niet naar gekeken. Maar laat, nu heb ik deze website gevonden. Het is een. Uh, Clash of Clans Guide, of gids, zoals jullie kunnen zien. En um, wat ik hier eigenlijk op vond, was dit. Dit is natuurlijk al lang bekend, maar ik dacht, ik ga het even delen met jullie. Hier van onder zijn allemaal de defense wapens die je dus nu in de Builder Base hebt, soort van. Maar natuurlijk al met meerdere levels die er nu nog niet in zitten. Dus toen ze de update, soort van uitbrachten, dat was met Builder Hall level 5 die het hoogste level was. Intussen is Builder Hall level 6 er al. Maar eigenlijk. ...hebben ze alles al af. Ze hebben uh, tot en met Builder Hall level 8. Die is er namelijk al, maar nog niet gereleased. Dus dat heeft hen heel erg makkelijk gemaakt. Dus ze willen Clash of Clans weer levend maken. Dus wat doen ze? Eén grote update. Dan, met dus, dat is dus de builderbase. Maar dan beslissen ze, we gaan het nog rustig aandoen. We gaan niet alles meteen releasen. Dus ze hebben nu een maand later al een soort van een nieuw level kunnen geven. Maar ze hebben nog twee andere levels die al klaarstaan. Um, dus laten we gewoon even een kijkje nemen, dus we gaan gewoon beginnen bij het vuurwerk, zoals jullie kunnen zien, dit is het level dat het nu uit is, level 6, maar level 7 en level 8 bestaan ook al, en in de files, in die leaks, waren er ook al afbeeldingen van die, ik weet niet of het echt leaks zijn of het nu echt, of dat het in de game files zat, maar alleszins, um, dit, dit is zo dat het eruit ziet. Ja, veel in de statistieken ga ik niet echt kijken, anders wordt dit zo'n immens lange video, want we gaan niet alleen kijken naar de defense wapens. Maar alleszins, we zien al een beetje waar dat de kleur naartoe gaat, want bijvoorbeeld in de mainbase, bijvoorbeeld max status level 11, de kleur daar is een beetje roodachtig. En altijd een beetje dezelfde stijl uh, dingen. Bijvoorbeeld bij status level 9 is het meer zwartachtig. Je hebt daar max level mortier, uh, is level 7 daar, als ik me niet vergis, misschien is het intussen al 8, want soms... Met nieuwe levels verandert dat allemaal. Uh, maar daar, dus de mortier is daar zwart. De hoogste levelmuren zijn daar zwart. De X-bogen is daar zwart. En ook de kanonnen daar. Dus dat is altijd zo. Elke status heeft zo'n klein beetje zijn eigen stijl. Uh, en dat gaan ze hier natuurlijk ook hebben. En we gaan even kijken naar waar het uitgaat. Op eerste zicht ziet het er wel naar uit dat het een beetje zo goudblauwachtig is. Dat zie je hier ook bij de luchttonnen. Jullie kunnen zelf natuurlijk ook naar deze website gaan. De link van dit zal natuurlijk in de beschrijving staan. Uh, want uh, ja, ik wil het natuurlijk graag met jullie delen. En uh, jullie zelf ook nog even de tijd geven. Moesten jullie de statistieken zelf willen zien. Dan kunnen jullie dat ook zelf de, uh, doen. Dus hier weer ook blauw met goud. Um, die, ik vind het echt wel chill, uh, chill uitzien. Voor uh, nu 6 is het hoogste wat we hebben Ik vind die al mooi maar nog niet zo speciaal Ik vind vanaf level 7 vind ik hem er echt wel mooi uitzien Zo krijgt hij een beetje zo'n steen erbij Zo'n stenen textuur erbij Je kunt hierboven natuurlijk ook op uh, lage afstand drukken En dan zie je hier de kleinere En uh, dat is eigenlijk gewoon hetzelfde als daarvoor Nu ik denk niet dat ik elke ga doen Ik bedoel dat kanon is hetzelfde als op de gewone base We kunnen natuurlijk eens kijken naar de vermorzelaar deze, wordt, um, deze verliest zijn gouden metalen rand eigenlijk bij level 7. Dat vind ik wel jammer, want ik vond dat er wel mooi aan. Maar die krijgt dan spikes bij level 8. Dus dat is op zich ook wel chill. Maar uh, persoonlijk vind ik toch level 6 de mooiste van al deze 8. Dan kunnen we natuurlijk eens kijken naar het reuzenkanon. Want het reuzenkanon is natuurlijk nog niet gereleased. We kunnen altijd eens kijken. Dus die gaat gereleased zijn bij Bilderhall level 7. Um, die gaat dan komen, dan krijg je er eentje. Um, natuurlijk, dit zijn. Ik weet niet of dit in de gamefiles zijn of gewoon leaks zijn. Als het in de gamefiles staat is het hoogstwaarschijnlijk dat het 100% klopt. Als het leaks zijn kan er natuurlijk altijd veranderingen zijn. Er kunnen er altijd veranderingen zijn, maar het is redelijk precies denk ik wel. Dus zoals jullie kunnen zien, natuurlijk ga, nee. zoals jullie kunnen zien, natuurlijk ga je hem hier naar level 7 kunnen upgraden. Als builder hall level 7. Um, maar... En dan level 8 krijg je erbij bij BH8. Dit vind ik wel interessant om eens naar te kijken. De wachtpost. We kunnen eens kijken naar de statistieken van die. Want namelijk... Um, wat, hoeveel troepen gaan er uiteindelijk inzetten? Dus hier, hier zie je... Bij, er krijgt, komt een vijfde troep. Dus momenteel bij, vanaf BH5... Dat was zelfs voor de update. Waren er maximum vier troepen. Dat is hetzelfde gebleven met de nieuwe update. Maar bij Builder Hall level 7... Zal er een extra troep bij zijn. Dus bij level 7 van de wachtpost komt er een extra troep. Vijfde troep. En ik ben benieuwd... Of dat er daar misschien een keer iets anders gaat bijzetten. Momenteel zijn het twee archers en twee barbaren, als ik me niet vergis, op max level. Dus ik ben benieuwd of daar misschien iets anders bij komt. Als ik weet niet, ik ga nu gewoon iets hier helemaal willekeurig zeggen. Een bomber bijvoorbeeld. Maar ik ben benieuwd wat dat nog gaat brengen. En dan natuurlijk level 16 troepen bij uh, de level 8 wachtpost. Iets dat me net opvalt, is dat je bij Builder Hall Level 7 misschien een tweede gaat krijgen, als je hier rechtsonder kijkt. Je krijgt een tweede wachtpost. Dat zou best wel speciaal zijn, want we hebben natuurlijk maar één klein kasteel in onze hoofdbase. Maar ik ben benieuwd of de, als het werkelijk klopt, heb je twee wachtposten. Dus als je die goed kunt plaatsen, want, uh, dan kan het heel erg vervelend zijn. Want de wachtpost is no soms nogal redelijk vervelend. Nog iets dat nog niet gereleased is, is de Mega Tesla. De Mega Tesla, um, die, die moet nog komen. Die zal waarschijnlijk... Bij builder Hall level 8 komen. Aangezien de reuzenkanon bij builder Hall level 7 pas komt, moet, gaan ze deze waarschijnlijk dan gewoon sparen voor builder Hall level 8. En dat is ook hier, dat staat hier uh, rechtsonder. Um, nee, middenonder bedoel ik. En deze schiet op grond en lucht. Het is eigenlijk gewoon basically een Tesla, maar dan mega. Ja, yeah, no shit. Zoals jullie kunnen zien, alle levels zijn gewoon vanaf builder Hall level 8, omdat die dan pas beschikbaar is. De prijs is al 3 miljoen om hem te plaatsen. Allee, dat staat hier toch. Dus dat is al een immens groot bedrag. Want. Momenteel denk ik nog niet eens dat je 3 miljoen opslag kunt. En deze moet, heeft 3 miljoen nodig om gebouwd te worden. Dus dat is echt redelijk duur. Nog een klein detail waar ik wil naar kijken is gewoon even de muurdesigns. Dus zoals jullie kunnen zien, level 6 muren hebben we nu al. Maar um, level 7 muren zullen gewoon hetzelfde zijn. Maar dan gewoon een klein beetje meer afgewekt. Ook nog wat roder. Dus, en dan... Krijgen we bij level 8? Krijgen we alweer een mooie muur? Ik vind level 8-muur inderdaad toch wel nu de, tot nu toe de schoonste uitzien. Dus ik hoop wel echt dat dit klopt. Op het einde van deze video zal ik een foto laten zien van een Max BH8-base. Dus zodat jullie ook even alles kunnen zien wat er uh, allemaal is. Allemaal gewoon op één foto in één base. Um, dus ja, daar ben ik wel benieuwd naar, ik heb er zelf nog niet super goed naar gekeken, dus dat zullen we dan samen even bekijken. Dan kunnen we overgaan naar de grondstoffen, hier is natuurlijk niet zoveel meer te zien, we gaan natuurlijk niet naar de pompen en opslag kijken, want ik bedoel, dat hebben we ook op onze normale base. Um, zoals jullie kunnen zien bij de klokkentoren, die eigenlijk nu best wel generfd is, hier staat het level altijd op voor de mensen die dat nog niet wisten, dus level 1, level 2, level 3 enzovoort, tot level 8, en uh, die klokkentoren blijft er eigenlijk meestal gewoon hetzelfde uitzien. En ja, hier valt niet zoveel op aan te merken. Ja, en de gem daar wil ik eigenlijk niet eens naar kijken, want die is zo waardeloos. Eén boom geeft zelfs meer gems per dag. En ik krijg waarschijnlijk twee bomen per dag of zo, twee of drie. Dus zinloos gebouw. Hier ben ik best wel benieuwd naar. We krijgen hier natuurlijk de Bouwerskazerne. Dat is niet zo speciaal. Hier zie je natuurlijk de troepen die, kunnen beschi uh, die beschikbaar zijn. De nachtheks is nu al uit bij Builder Hall level 6. En de bottenballon die komt. Dat is eentje die komt bij Builder Hall level 7. En daarna heb je de super pekka bij Builder Hall level 8. Ook hier op het laboratorium zien jullie de levels staan. Hier is level 8 en dan hier is level 7 enzovoort. En uh, de update -tijd, upgrade tijd is nog niet zo hoog voor level 8 eigenlijk. Want ik heb nu al soms gebouwen die twee dagen zijn voor naar level 5 te doen. Dan, dan denk ik toch wel dat dit een beetje weinig is voor een uh, gebouw naar level 8. Zeker zo'n belangrijk gebouw. We gaan eens doorkijken naar de vallen. Hoewel, dit misschien een klein detail is. Vind ik het wel interessant om te zien hoe die mijnen eruit zien. Dus, de megamijn, laten we daar gewoon naar kijken. Want, de kleine mijn is gewoon bijna hetzelfde, maar dan gewoon kleiner. Um, deze mijn vind ik er echt wel chill uitzien. Ik vond. Eigenlijk het design van deze mijne veel mooier dan de bommen die wij op de gewone base hebben. Maar uh, hier deze mijnen, ik vind die er echt heel chill uitzien. En zeker deze met spikes vind ik echt gewoon heel mooi. Om het weer even over de stijl van Builder Hall level 8 te hebben. Hier kunnen jullie duidelijk zien, deze duval heeft op level 8 namelijk weer de goudblauwe kleur. En je gaat er 6 van hebben bij Builder Hall level 8 en 5 bij Builder Hall level 7. Als je gewoon benieuwd bent bijvoorbeeld naar het design van de Builder Halls. Hier zien jullie dus Builder Hall level 6. Die level 8 gaat al 5 dagen duren om te upgraden. Dus dat is al wat meer dan, uh, dan uh, 3 dagen van het sterrenlaboratorium. Dan de gevechtsmachine. Hier wil ik iets meer tijd aan besteden. De gevechtsmachine is natuurlijk beschikbaar vanaf Builder Hall level 5. Uh, zeker een must als je Builder Hall level 5 bent. Een van de eerste dingen dat je moet unlocken. Want dat is zo handig. Een extra troep. Zeker bij de bouwersbasis. Is zo belangrijk. Um, dus die telt eigenlijk als een heel extra legerkamp. Bij manier van spreken. En hier bij level 6 hebben we 5 extra levels gekregen. Zoals jullie kunnen zien. Dat klopt ook gewoon. Maar dan bij Builder Hall level 7 krijgen we 10 extra levels. Het hoogste level gaat dan level 20 zijn. En dat is al gigantisch hoog. Um, en dan hier natuurlijk bij Builder Hall level 8 krijgen we er nog eens 10 levels bij. Dus le level 30 voor het hoogste level. Level 30 is al immens hoog en het zal wel even een struggle zijn om tot daar te geraken. Omdat nu bijvoorbeeld uh, is het al moeilijk met de loot cap. soort van dat je maar een bepaald aantal loot per dag kunt krijgen uh, om aan loot te komen. Is het al wat moeilijker dus nu. En om dan 30 levels voor alleen, alleen Elixir aan dat te gebruiken. Dat is natuurlijk immens veel. Dan nog het laatste, voordat we gaan kijken naar de max level base voor de Builder Hall. gaan we even kijken naar de nieuwe troepen die kunnen komen. We gaan eerst eens kijken naar de bottenballon. Um, ik vind het wel een rare naam eigenlijk. Waarom niet gewoon Skelettenballon of zo? Of gewoon Ballon. Want in de normale ballon zitten ook gewoon Skeletten. Maar hier zien jullie, zien jullie die gaat komen vanaf Builder Hall level um, 7 waarschijnlijk. Als ik me niet vergis. Maar hier staat een Builder Hall level 6. Dus ik vraag mij af. Misschien hebben ze hem gewoon nog niet gereleased. Maar komt hij wel bij Builder Hall level 6. Maar dat denk ik niet. Want we hebben de nachthex al gekregen bij Builder Hall level 6. Dus dat gaan ze niet doen. Ik denk dat je Builder Hall level 7 gaan nodig hebben. Om die te hebben. En ik denk dat het overal gewoon een sterke troep gaat zijn. Zeker lucht is heel sterk. Op de buildersbasis, omdat je dan al twee crushers hebt die niet mee vechten. Dus ik denk dat het wel enorm belangrijk is om je luchtdefense te upgraden. Omdat het gewoon zo sterk is. Nu al heb je babydraakjes en die minions die enorm domineren in de matchmaking. Dus dan is het handig om deze bottenballon ook de, gewoon erbij te steken in je troepencombinatie. Ik zie hier trouwens net: brengt bij vernietiging 100 schade toe en brengt 4 skeletten voort. Ik weet natuurlijk nog niet helemaal wat daarmee bedoeld wordt, omdat. Um, we hebben natuurlijk nog geen gameplay ervan gezien. Maar waarschijnlijk zal die ontploffen. En dan skeletjes hebben die damage gaan proberen te doen aan. aan gewoon defense wapens, of gewoon ook gebouwen. Dan de laatste is de Super Pekka. En de Super Pekka die zal. Hier weer staat: uh, Sterren Laboratorium Level 7. Nu snap ik wat er bedoeld wordt met dus dat level 7 hier. En die level 6 hier. Dus wat er eigenlijk bedoeld wordt. Is eigenlijk dat. Als je net je hall na level 8 hebt geüpgrade, dan heb je nog kazerne level 9. Want super pekka is vanaf start, uh, kazerne level 10. En dan heb je ook nog je sterrenlaboratorium level 7. Dus wat je dan kunt doen, is gewoon het eerste wat je kunt doen, is bijvoorbeeld je kazerne naar level 10 upgraden. En dan heb je al de super pekka, maar heb je nog geen sterrenlaboratorium level 8. Dus vandaar dat wordt ermee bedoeld. Dus ik weet niet precies wat die super pekka gaat doen. Ik denk gewoon dat het een specialere... Versie gaat zijn van de packen, zoals jullie kunnen zien. Brengt wij bij vernietiging 400 schade toe door een enorme explosie. Ik weet dus niet of dat, wat die precies doet. Um, maar daar zullen we waarschijnlijk binnenkort, als dus, uh, de update er dan ziet aan te komen. Of misschien echt leaks zijn ook. Dan zullen we daar waarschijnlijk wel eens gameplay van zien. En dan nu voor het einde van de video. Hier zien jullie de Max Base voor Builder Hall Level 8. En het ziet er heel erg sick uit. Zoals jullie hier wel heel duidelijk kunnen zien. De blauw gouden kleur waar ik het eerder over had is wel zeer opvallend. Je ziet daar het reuzenkanon staan, maar ook de Mega Tesla zie je daar op de foto staan. Het ziet er echt heel legit uit, dus ik denk wel dat dit helemaal klopt. Misschien dat er statistieken veranderen, misschien wordt er zo een army camp weggehaald, want we hebben nu bij Builder Hall level 6 nog altijd maar 4 uh, army camps, maar hier bij deze foto zien jullie er 6 staan voor Builder Hall level 8. Misschien waren deze foto's of deze leaks al, uh, al voor de Builder Hall Level 6-update dat ze besloten hadden dat ze er toch een army camp minder zouden doen en misschien is er uiteindelijk toch maar één, bij, uh, maar één extra, dus vijf totaal voor Builder Hall Level 8. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Ga zeker even zelf naar die website kijken. Het is gewoon een Clash of Clans guide. Um, dus als je zelf even wat preciezer wilt kijken naar de designs, of naar gewoon naar de statistieken of whatever je wilt doen, uh, de link daarvan zal gewoon in de beschrijving staan als je wilt. Uh, laat zeker even een like achter als je hier dit een leuke video vond. Het is wat een andere video dan normaal, ik weet het. Abonneer als je nieuw bent, zou ik heel erg tof vinden. Ik speel voornamelijk Clash of Clans, maar soms ook eens Clash Royale en misschien binnenkort ook Brawl Stars. Dus ja. Bedankt voor het kijken mensen en dan zie ik jullie terug bij de volgende video. Later mensen.